De roos, een symbool voor liefde, vreugde en geluk. Vooral met Moederdag en Valentijnsdag kopen we massaal rozen. De meeste rozen komen tegenwoordig uit Afrika. In Ethiopië zit het Nederlandse bedrijf Share, een van 's werelds grootste rozenkwekers. Iedere dag worden hier miljoenen rozen klaargemaakt voor de Europese markt. In de Hoorn van Afrika heerst op dit moment hongersnood. Door aanhoudende droogte is ook het noorden van Ethiopië zwaar getroffen. Het vee bezwijkt en de mensen verzwakken. Ruim 18 miljoen mensen zijn volledig afhankelijk van hulp. Nu al zijn 400.000 kinderen ernstig onder voet. Er is een tekort aan voedsel en aan water. Op dit ogenblik zitten we op het randje. Dan moeten we snel ander geld zien te krijgen om dit door te zetten. Zo'n 600 kilometer verderop staan de rozenkassen van Share. Voor iedere roos is gemiddeld 7 liter water nodig. Dan praat je over een kleine 2000 Olympische zwembaden die elk jaar nodig zijn om je rozen te kunnen produceren. Het bedrijf Share heeft het Fair Trade keurmerk. Dat staat voor duurzaamheid en eerlijke lonen. Zemla. In het door droogte getroffen Ethiopië onderzoeken we hoe duurzaam de rozen worden geproduceerd. In Ethiopië staan de rozenkassen van het Nederlandse bedrijf Share, zo'n 1000 voetbalvelden groot. Ze zijn een van de grootste rozenbedrijven van de wereld. Jaarlijks kweken ze zo'n 1,2 miljard rozen, oftewel 3,5 miljoen rozen per dag. Ethiopië is een van de armste landen van de wereld en heeft zo'n 100 miljoen inwoners. Ethiopië ligt in de Hoorn van Afrika en is 27 keer groter dan Nederland. Voordat we naar Ethiopië afreizen, benaderen we Avi Flora, het moederbedrijf van Share in Alsmeer. Kunnen we de rozenplantage in Ethiopië bezoeken? We krijgen al snel een antwoord. We hebben de bedrijfspolicy om niet meer mee te werken aan dingen op tv. Verder laten ze weten dat voor het bedrijf de medewerkers in Ethiopië centraal staan. Share heeft voor hen zelfs een ziekenhuis en een scholencomplex gebouwd. Ze verwijzen naar het Fair Trade keurmerk op hun website. En als het fair trade is, dan betekent dat eerlijke handel en dus een eerlijk loon. Maar volgens Hivos gaat er veel mis op de rozenplantages. 4 jaar geleden is Hivos een campagne gestart over de bloemenindustrie in Oost-Afrika. Om mensen in Nederland ervan bewust te maken dat rozen voor een heel groot deel uit Oost-Afrika komen. En dat die daar worden gekweekt onder slechte arbeidsomstandigheden. Hivos is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor ontwikkeling in niet-westerse landen. Ze komen op voor vrouwen in de Afrikaanse rozenindustrie. Mensen hebben werk, maar zijn nog steeds arm. Dus ze komen niet uit die cirkel van armoede. Omdat ze te weinig verdienen? Omdat ze te weinig verdienen. Voor een fatsoenlijk loon? Ja. We gaan naar Ethiopië om te onderzoeken of de rozen wel zo duurzaam en volgens de Fairtrade-regels geproduceerd worden. Het rozenbedrijf Share wordt geleid door vader en zoon, Gerrit en Peter Barnhorn. Volgens de quote 500 goed voor 200 miljoen euro. Dit is Swai. Hier staan de rozenkassen. De werkdag zit erop. De werknemers van Share stromen naar buiten. In totaal werken hier zo'n 10.000 mensen. Wat verdienen ze? Krijgen ze een fatsoenlijk loon? Als we de werknemers aanspreken, bemoeien de bewakers zich ermee. De arbeiders willen wel met ons praten, maar alleen anoniem, want ze zijn bang voor hun baan. Dubbel minamen, ja, los aan de lele, ja, zat ze in mijn minamen in de zaak.
Samen te jou erachter aan deel. Veel jonge vrouwen met kinderen migreren naar de gebieden waar de bloemenindustrie is. Die hebben dus geen mogelijkheid om zelf groenten te verbouwen bijvoorbeeld. Dus dat betekent dat ze met dat loon eten moeten kunnen kopen. Maar die kinderen die moeten ook naar de opvang. Dus ze moeten kinderopvang regelen. Ze moeten vaak huur betalen voor huisvesting. Dus wat wij zien is dat de lonen die nu verdiend worden op de bedrijven, dat die vaak veel te laag zijn om al die kosten te kunnen dekken. Onze min mat over, wij sabad mat over betagen, sabad mat over min nisherar. En kalle betle ules ook kalle be word arad arad mat over no me ato. Sabad mat over sintikera. Zoals mat over erle. Kedamas bekul lenya gin tinishu worda. De huurprijzen in het dorp Zwaai liggen hoog, want de vraag is groot. De vrouwen huren vaak een kleine kamer, waarin naast een matras nog net een stoel en een tafel passen. Ze delen toilet en douche. Niet alleen de huur, maar ook de voedselprijzen schieten omhoog in Zwaai. Door de inflatie stijgen de prijzen jaarlijks met tientallen procenten. Soms wel 50%. In Ethiopië is er geen wettelijk minimumloon. De ondernemer mag zelf weten wat hij aan salaris betaalt. Hyfos voert campagne voor een eerlijk en fatsoenlijk loon dat voldoende is om te kunnen voorzien in de basisbehoeftes. Gezonde voeding, dus een gevarieerde maaltijd, maar ook huisvesting, elektriciteit, water, onderwijs voor de kinderen. Gewoon eigenlijk basis. Ja, heel erg basis. Ja. Dus het is niet een heel luxe loon. Nee. Wat zou voor Ethiopië een fatsoenlijk loon zijn? Volgens Hyfos moeten de basislonen van nu flink omhoog. Wij schatten dat het ongeveer een verviervoudiging van dat basisloon is. Viervoudiging? Ja, wij denken dat dat ongeveer daarop uitkomt. Dus dan maar heeft u het over dat mensen per dag hoeveel zouden moeten verdienen? Nou, dat is dan ongeveer 5 euro per dag. Is dat vergelijkbaar met de textielindustrie, Bangladesh? Ja, in Bangladesh is er al wat langer aandacht voor arbeidsomstandigheden van textielarbeiders. En we zien dat de Bangladesh overheid lonen heeft verhoogd. Die liggen nu ongeveer op het dubbele van wat er in Ethiopië wordt betaald. Met als gevolg dat textielindustrie nu verplaatst van Bangladesh naar Ethiopië. Vanwege de lage lonen. Hoe kan het dat het personeel van Share zo weinig verdient? Dit bedrijf heeft immers sinds 2012 het Fairtrade keurmerk. De bekendste producten van Fairtrade zijn koffie, bananen en chocola. En sinds 2009 ook rozen. De consument betaalt extra voor Fairtrade, zodat de boeren en arbeiders kunnen leven van hun werk. Om dit keurmerk te krijgen, moeten bedrijven aan allerlei standaarden voldoen. Wat wij ontzettend belangrijk vinden binnen Fairtrade is dat er eerlijke lonen worden betaald. Tegelijkertijd zijn wij bezig met een pad, en daar zijn we behoorlijk ver mee, met een pad uitstippelen om te komen van de situatie die we nu hebben naar een situatie van leefbare lonen. Maar uiteindelijk zijn dus de mensen die werken op de plantages in Ethiopië, die verdienen daar hooguit 1,5 euro per dag. Dat zijn geen leefbare lonen. Dat zijn. Maar ondertussen heeft de ondernemer wel een fair trade label, waardoor wij als consumenten denken, dat zijn eerlijke lonen die daar betaald worden. Dit is een eerlijk product. Maar dat is het dus nog niet. Als het Fairtrade label op een product staat, dan weet je dat daar tenminste die minimumlonen worden gerespecteerd. Toch hebben de arbeiders van Share nog steeds een mager loon. Terwijl Share al 4 jaar het keurmerk heeft. En dat de salarissen te laag zijn, kan niet iets nieuws zijn voor Fairtrade. Want dat staat in verschillende rapporten. In 2010 concludeert de vakbond van Ethiopië: lonen zijn beneden de levensstandaard. In 2014 concludeert Hyfos: schokkende lage lonen. Ook in 2014 de Universiteit van Londen: arbeiders zijn extreem arm. En in 2015 verschijnt dit rapport van Fairtrade zelf. Een intern, vertrouwelijk rapport. Dat rapport zegt letterlijk: Fairtrade, het loon is niet genoeg voor de levenskosten. Dat staat in uw eigen vertrouwelijke rapport. Ja. En dat is toch vreemd? Dat is precies, denk ik, het geweldige van Fairtrade, is dat wij de tijd nemen en investeren om samen met partners die in die handelsketen werken
te werken aan een plan om daar naartoe te gaan. Wat ontzettend belangrijk is als je praat over een leefbaar loon, is dat een leefbaar loon wel door de ondernemer, de eigenaar van de plantage, betaald moet kunnen worden. Dus eigenlijk zegt u, als er dus problemen zijn in de markt, dan mag de ondernemer wel wat minder betalen dan een leefbaar loon? Nee, dat hoort u ons niet zeggen. We zijn juist bezig om samen met de ondernemers een pad uit te stippelen naar hoe je daar komt bij dat leefbaar loon. De twee eigenaren van Share zijn allesbehalve onbemiddeld. Zo blijkt uit de quote 500. Op de Engelse website van Fairtrade staan de standaarden waar bedrijven zich aan moeten houden. Daarin staat dat ze fatsoenlijke lonen moeten betalen. Op de Duitse website van Fairtrade presenteert Share zich als een goede werkgever. Het loon bedraagt er 40% boven het wettelijk minimumloon. Maar er is helemaal geen minimumloon in Ethiopië. Laat staan dat het 40% erboven kan liggen. Precies. En dat is exact waar we met Fairtrade mee op weg zijn om dat te realiseren. Ja, en als je dit eens leest, dan lijkt het alsof dat dus niet een we zijn op weg manier is, maar we zijn er al. Volgens mij staat dat er niet. Er staat wat het verschil is ten opzichte van iets. Maar ja, er staat niet dat we er al zijn. En ik denk ook dat er is geen minimumloon in Ethiopië. Ik denk ook dat dat iets is wat, en ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken, dat Fairtrade is niet iets van we zijn er. Fairtrade is een manier om te zorgen dat je verbetering continu door blijft voeren. We gaan naar de poort en vragen naar de Nederlandse eigenaar, de familie Barnhorn. Misschien willen ze ons in Ethiopië wel te woord staan. You speak English? Gerhard Barnhorn. Ja. Is he here? Tomorrow. Tomorrow is came. But today? Yeah, today is not. Today not. No. Yeah, not. Yes. Can we go in with camera? Nee, maar misra gaan agretje. Tomorrow is came. Tomorrow. Nee, maar misra. But can I have a phone number now so I can call tomorrow? Tomorrow. For Gerhard? De bewaker ziet onze cameraman. We moeten stoppen met filmen. No? Oké. Sorry. Wij mogen niet filmen, maar een collega kreeg enkele maanden geleden wel toestemming om opnames te maken van het bedrijf. De eigenaren van Share, de familie Barnhorn, hebben in 2014 een deel van de aandelen verkocht aan een investeringsfonds voor 147 miljoen euro. Met dat geld breiden ze nu de kassen weer uit. Volgend jaar zal het bedrijf 650 hectare groot zijn. Zo'n 1300 voetbalvelden. Elke dag worden hier dan 4 miljoen rozen gesorteerd, ingepakt en naar Nederland gebracht. In totaal 1,5 miljard rozen per jaar. Ethiopië is een land in ontwikkeling. Maar wie profiteert hiervan? We gaan naar Addis Ababa, de hoofdstad van Ethiopië. Hier ontmoeten we professor Dr. Mengistu. I see a lot of children begging. Mengistu studeerde in Amsterdam belastingrecht en gaf ruim 30 jaar les aan de Ethiopische Universiteit. Is there a lot of poverty here? There is quite a lot of poverty. But I see also some very many rich people here in Addis. The gap between rich and poor is very wide. Okay. If you get more and more companies here, also Dutch companies, does it also help the poor? Does it trickle down? The intention is that it will trickle down and substantially reduce poverty. But if you have seen in the city, there has been tremendous in terms of infrastructure, in terms of construction, it's incredible, okay? But at the same time, you have also seen in the streets that there have been a lot of beggars, a lot of poor people as well. So in a way, growth does also promote poverty. How do you mean? And it does widen the gap between poor and rich. The gap is widening? Yes, the gap between rich and poor is widening. How come? In a way that I have never seen in my life. How come? Because the rich are getting richer and the poor are getting poorer.
Let me bring about even the flowers. A lot of the profit is made not in this country. A great deal of the profit is made in the Netherlands or other countries. But the flower grows here. Definitely. They use the water, the land. But you mean the profit is made in Holland, not here. But that explains the unfairness of the situation. De eigenaars van Cher, de familie Barnhorn, beginnen in 1997 een rozenbedrijf in Kenia. In 2004 gaan ze naar Ethiopië. Ze verkopen hun Keniaanse bedrijf voor 50 miljoen euro. Hier in Swai, Ethiopië, bouwen ze de nieuwe kassen. Vlak bij het meer, want water is essentieel. Het probleem voor rozenkwekers in Oost-Afrika is water. Probleem nummer één. En dat wil en moet je oplossen. Marcel Rutte, sociaal geograaf en gespecialiseerd in land- en watermanagement in Oost-Afrika. Hoeveel water heeft een roos nodig? Het hangt een beetje van de variëteit van de roos af. Het hangt ook van de locatie af waar je aan het produceren bent. En enigszins ook van het management, van hoe ga je met je water om? Ben je wel of niet aan het hergebruiken? Maar grosso modo zou je kunnen zeggen dat tussen de 5 en de 10 liter water per rozenstengel nodig is. 5 tot 10 liter? Per rozenstengel. En Cher die produceert jaarlijks honderden miljoenen rozen? Ja, je zou kunnen zeggen per hectare rozen heb je dan ongeveer 6 Olympische zwembaden nodig. Dus als jij op 300-400 hectare rozen bezig bent, ja, dan praat je over een kleine 2000 Olympische zwembaden die elk jaar nodig zijn om je rozen te kunnen produceren. Cher haalt gratis het water voor de honderden miljoenen rozen uit het meer van Swai. Mannen staan in het water te vissen. Onze schipper, Fikado, laat zien dat het water in het meer erg laag staat. Als hij hoort dat we over Cher een programma maken, wil hij ook zijn verhaal kwijt. The Cher is like a big problem for this area. Cher company take the water from this lake. And also the lake has become dry. The weather condition has changed now. It's too much warm. No, we didn't get the rain, more rain here around here. But before we get more rainy around this area. And also the lake is full. Now as you see, it's like very low and then it become dry. Het is ook bekend van andere gebieden in Oost-Afrika, zoals het Lake Naivasha in Kenia. Dat inderdaad een concentratie van dit soort grote firma's betekent dat het grondwaterpeil naar beneden gaat. Dus ook dat van het meer. Dat is niet de enige oorzaak. Je hebt natuurlijk ook een bevolking die groeit. Kleine boertjes die aan het irrigeren zijn geslagen. En vervolgens, dat zie je op dit moment bijvoorbeeld, dat als de neerslag minder is, ja, dan ook om natuurlijke oorzaken, zie je dat zo'n waterpeil naar beneden gaat. Als we aan het filmen zijn bij de kassen van Cher, stopt een auto. Spontaan wil ook deze man zijn verhaal vertellen. We gaan naar de rivier, zo'n 500 meter achter het bedrijf van Cher. De rivier lijkt inderdaad heel laag te staan. Een vrouw is haar was aan het doen. Ze spreekt ons aan. Hankinni bishaan kana yeroo hundaa wanti sababni isaa gogiinsa isaatiif sababa ta'e birijjiiti Cheri kana. Rakkoo baay'ee fide miicataaf illee beeladoon illee sababa bishaan kanaa irraa ka'an. Ammallee rakkoo jiraa? Amma garuu diqqoo hagaa bishaan tun waan dhiroobee bishaan kun dhufe diqqoo wayyaadha. Garuu ammas amma dirijjiitiin kun yoo asii bahanii motorri kun asii olii raab bishaan ni gogaa. Naast het riviertje staat een waterpomp met lange pijpen. Hiermee pompt Cher het water uit de rivier. We kunnen niet dichterbij komen met de camera, want een bewaker bij het pomphuisje verbiedt ons dat. Mensen komen om ons heen staan en willen ook hun verhaal kwijt. Volgens lokale mensen is die rivier drooggevallen, vooral door dat pompstation.
Nou ja, als je dus inderdaad die 6 Olympische zwembaden per hectare wegpompt, die kleine 2000 zwembaden voor het totale bedrijf, ja, dan heb je natuurlijk een enorme plas water. Ja, die moet ergens vandaan komen. Dus het feit dat die rivier aan het droogvallen slaat, mede daardoor, is denk ik wel een valide claim van de lokale bevolking. We willen achter de rozenkassen kijken, waar de pompleidingen uit de rivier heen gaan. Bij de kassen staan gewapende mannen en een bordje verboden toegang. Onze chauffeur durft niet verder. We zien dat Cher bezig is een waterput te slaan om grondwater op te pompen. Bewakers willen niet dat we filmen en gaan voor de camera staan. Cher is nu putten aan het slaan om daar grondwater uit te pompen. Is dat het probleem nu weg? Nee, daarmee is het probleem denk ik niet helemaal voorbij. Want je haalt dus het grondwaterpeil naar beneden en dat zal ook zijn effecten op die rivier hebben waarschijnlijk. Omdat die twee in verbinding zijn? Die staan waarschijnlijk met elkaar in verbinding. Haal je dus het grondwater naar beneden naast die rivier, dan zal die rivier daar ook last van hebben. Dat Nederlands bedrijf Cher, dat nu in Ethiopië zit, zat eerst in Kenia. Ja, je hebt ook daar gezien dat daar de waterbronnen opdrogen. En lokale mensen hebben daar last van. Die zien hun rivieren opdrogen. Die zien hun eigen ondiepe waterputjes, die maar tot 5 of 30 meter hoog uitgaan, die zien ze ook opdrogen. Dat is in Kenia al gebeurd? Dat is in Kenia al gebeurd, ja. En dat gaat dus ook misschien straks in Ethiopië zo gebeuren? Dat is niet uit te sluiten. Niet uit te sluiten. Cher is Fairtrade gecertificeerd en moet dus aan allerlei voorwaarden voldoen. Waaronder ook water- en milieunormen. Jaarlijks wordt het bedrijf door Fairtrade gecontroleerd. Kunnen we dat controlerapport inzien? Wij controleren Cher. Daarvoor hebben wij diepe toegang nodig tot heel veel vertrouwelijke gegevens. Anders kunnen we die grondige controle niet uitvoeren. Wij hebben afgesproken met de bedrijven die we controleren en certificeren dat het aan hun is om uiteindelijk te oordelen of die informatie publiekelijk toegankelijk is, ja of nee. Dus de onderzoeken die u doet, of Cher wel of niet voldoet aan het Fair Trade Label, zijn niet openbaar? Dat is aan Cher. Dat is onze afspraak om daar toestemming voor te geven. Is het toch niet vreemd dat er geen transparantie is op dit gebied? Dat is volgens mij niet een gebrek aan transparantie. Dat is een keuze voor hele zorgvuldige behandeling van concurrentiegevoelige informatie. Maar ik kan toch zeggen, haal die concurrentiegevoelige informatie eruit. Ik wil gewoon weten of het bedrijf voldoet aan water, lonen en dergelijke. En de eisen die u stelt. En dat is precies wat we afgesproken hebben met de bedrijven, partijen die gecertificeerd zijn. Dus als Cher zegt, u mag de onderzoeken zien, dan mag dat en anders niet. Dat klopt. Omdat Cher niet meewerkt aan deze uitzending, kunnen we de controles dus niet inzien. Het waterniveau van het meer daalt. Maar dat is volgens Ficado, de bootjongen, niet het enige probleem. Another one is the dying of the fish here around here. So many fishes died because of their lack drain their chemical to the lake. That's why. Did you see that? Yeah, I saw before, but now. And what did you see then here? Maybe now today's not here, but before I saw so many fishes died on the lakes. When asking the people said the sake of the chemicals dropped in the lake. That's why the fish is dying on the lake. Als we langs de rozenkassen rijden, zien we een deur openstaan. De Cher-medewerkers dragen maskers, maar ze zijn verder niet volledig beschermd. Een werknemer die dit werk doet voor Cher wil uitleg geven, maar anoniem. Want hij vreest voor zijn baan. Nou, het is denk ik heel algemeen bekend dat in de bloemenindustrie veel chemicaliën worden gebruikt. Dus dat betekent voor de mensen die de chemicaliën spuiten dat ze beschermende kleding dragen. Dus dichte schoenen, een pak aan, masker op. Ja, ik heb het niet.
In het dorp spreken we met Tadese Duquesa, een arts die in het lokale ziekenhuis werkt. Het valt hem op dat in het dorp Swai andere ziektes voorkomen dan elders in Ethiopië. First one is malaria here. Mm-hmm. The other is poisoning. Poisoning? Ja. Yeah. Other is dermatologic problems and abortion. Okay. Yeah. And how come? I didn't make quite a study to say that the 100% sure that this problem is related with the chemicals that are released from the company. But you think there is a correlation? There are correlation because most of the patients are labor from Shell Company. Deze arts en ook de spuiter weten niet precies welke pesticiden Shell voor de rozen gebruikt. Fairtrade zou dat wel moeten weten. Want gecertificeerde bedrijven moeten aan allerlei voorwaarden voldoen. Het personeel moet beschermende kleding dragen tegen het gif en het bedrijf moet aangeven welke pesticiden gebruikt worden. Ik neem aan dat er een controle is geweest bij Shell over wat ze gebruiken en hoe ze het gebruiken. Ja. En is dat openbaar of is dat ook niet openbaar? Dat is onderdeel van de controle. En die controle is niet openbaar tenzij Shell mij die controle geeft? Dat klopt. Fairtrade wil geen openheid geven wat betreft het pesticidengebruik. En Shell wil niet meewerken. Op internet vinden we een rapport van een onderzoek dat Shell zelf heeft laten uitvoeren naar het eigen afvalwater. Het bedrijf wil het afvalwater zuiveren en wil daarom weten wat erin zit. Om zeker te zijn welke pesticiden Shell op dit moment nog gebruikt, kopen we in een Duitse supermarkt een aantal bossen rozen van Shell. We laten deze rozen door een laboratorium analyseren. Hieruit blijkt dat er vele verschillende pesticiden worden gebruikt. We leggen deze gegevens voor aan toxicoloog Van den Berg. U heeft op ons verzoek een aantal rapporten gelezen over het water bij bedrijf Shell in Ethiopië. Wat valt u op? Ja, je ziet eigenlijk als je kijkt naar wat er veel in het afvalwater voorkomt van die bedrijven. En je vergelijkt dat met die rozen die nu geanalyseerd zijn. Dan is er een grote overeenkomst in het type bestrijdingsmiddelen wat gebruikt wordt. Wat op zich natuurlijk logisch is. We laten Van den Berg het interview met de lokale arts zien. Die ons vertelt over de miskramen. Kan dat veroorzaakt worden door deze pesticiden? Ja, zoals ik zie worden deze vrouwen eigenlijk, en de mannen trouwens ook, heel gemakkelijk via de huid blootgesteld aan deze stoffen. Ik verwacht van een deel van de veelgebruikte bestrijdingsmiddelen dat ze de geslachtshormoonhuishouding inderdaad beïnvloeden. En daarbij zou je voor kunnen stellen, als die concentraties hoog genoeg oplopen, dat dat uiteindelijk ook een effect heeft op het verloop van de zwangerschap. As my opinion, it is related with chemicals. But it has to be proven still. It should be proven, ja. Yeah. Kijk, je ziet hier bijvoorbeeld, zie je een vrouw doorheen lopen. Ja, dus ja, zij zou daar niet moeten lopen, nee. Want daarmee loopt ze risico? Daarmee loopt ze gezondheidsrisico, ja. Zowel je gezicht als je armen moeten in feite bedekt zijn, omdat je huid efficiënt deze stoffen kan opnemen. En daarmee worden deze stoffen in de circulatie van je lichaam gebracht. Voor de vrouwen die werken in de kassen is het heel belangrijk dat ze hele lange handschoenen dragen voor het plukken van de bloemen. Dat als ze die bloemen op hun arm leggen, dat er geen beschadiging van de rozen in hun arm komt. Hè? Want daar zitten ook nog die chemicaliën aan. Op de website van Shell zelf vinden we foto's die laten zien dat de vrouwen geen lange handschoenen dragen. Ja, dat kan niet. De controleinstelling die moet daarop letten. En als zij dat vinden, dan mogen ze dat keurmerk niet hebben. Als ik deze beelden zou zien, dan zou ik heel graag u straks een stikje geven en vragen of deze beelden op dat stikje kunnen. Dan ga ik deze beelden direct aan onze controleurs geven. En ik zou graag willen dat zij beoordelen of hier wel of niet aan die regels wordt voldaan. Als blijkt dat daar niet aan wordt voldaan, dan moet daar gewoon een corrigerende actie op plaatsvinden, direct. We geven de beelden aan Fairtrade. Maar daar hebben we nog niets over teruggehoord. De pesticiden die Shell gebruikt gaan via het afvalwater voor een groot deel terug naar het meer. Vorige maand verscheen een onderzoek over de waterkwaliteit van het Swai-meer. De onderzoekers vonden precies dezelfde pesticiden die wij ook in de rozen vonden.
Een aantal van die stoffen zijn zeker schadelijk voor insecten, maar ook voor vissen kunnen die schadelijk zijn. Kunnen daar vissen van doodgaan? Als de concentraties hoog genoeg worden in het water, ja. Als je kijkt naar de bestrijdingsmiddelen die nu frequent gebruikt worden, dan zie je dat een redelijk deel daarvan kan opbouwen in die vis. En in feite, als die vis dus gegeten wordt door mensen, worden ze aan veel grotere hoeveelheden blootgesteld. En dan is het wetenschappelijk aannemelijk dat deze stoffen de geslachtshormoonhuishouding kunnen beïnvloeden. Why don't people go to share and complain about it? Because of the Sharetopia is like relationship with the government, the people is afraid to refuse these shares to the government. They are because afraid. Of relationship, yeah, they are afraid to tell about the share. Mensen zijn bang om met de eigenaren van Share over hun zorgen te praten. We bellen met eigenaar Gerrit Barnhorn. U spreekt met Jos van Dongen van het televisieprogramma Zembla. Goedemiddag. Ik vroeg me af, zou ik met u een interview kunnen hebben? Nou, volgens mij was beter dat we afgezegd. Ja, maar wij hebben nu toch wel wat dingen. Wij zijn een paar dagen in Zwaai geweest. We hebben qua arbeidsomstandigheden, pesticidengebruik, ziektes bij mensen. Hebben wij gewoon een aantal vragen die we aan u voor willen leggen. En het lijkt me heel goed dat u gewoon ook uw kant van de zaak wilt vertellen. Dus wij zouden een interview kunnen afspreken samen? Ja, dat wel mee goed bedankt. Nou ja, dan moeten we even kijken. Wanneer komt het voor u uit? We kunnen het misschien ook in Nederland afspreken. Misschien beter, ja. Dat is goed. Oké, okay, dankjewel. Alvast, meneer Barnhorn. Dag. In het dorp heeft Cher een school gebouwd. Duizenden kinderen van de werknemers en kinderen uit het dorp kunnen hier gratis gebruik van maken. Voor Fairtrade gecertificeerde rozen betaalt de consument 10% meer dan voor gewone rozen. Dat geld gaat naar een potje voor de werknemers. Die mogen volgens de Fairtrade-regels zelf beslissen waar ze dat extra geld aan besteden. Wat wij ontzettend belangrijk vinden is dat de mensen op de plantages zelf kunnen besluiten waar het geld naartoe gaat. In het geval van Share stond er een ziekenhuis en wordt een gedeelte van de operationele kosten van dat ziekenhuis nu gedekt uit die inkomsten. Naast de rozenkassen heeft Share een ziekenhuis voor de werknemers gebouwd. Het Share Ethiopia Hospital heeft 240 bedden, 15 artsen en 30 verplegers. De medische zorg is voor de arbeiders gratis. Dan kan ik in de zaak al bij ook hem kalen, ik word aan. De argumenten op rozenkwekerijen ook leuke dingen doen voor de mensen, dat is ouderwets. Dat is iets van de periode voorafgaande aan de internationale samenwerking. Dat is zogenaamd sociaal-kapitalistisch. Jan Pronk, oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking, vindt dat Caritas niet meer van deze tijd is. Je laat toch ook in West-Europees land de wegenaanleg of de zorg voor onderwijs en gezondheidszorg niet over aan de toevallige Nederlandse industrie die zich ergens heeft gevestigd. Dat is een algemene publieke taak. Dat wordt gefinancierd uit belastinginkomsten. Cher heeft in Zwaai naast de school en ziekenhuis ook een politiebureau en rechtbank gebouwd. You have to understand that foreign investors do not come to this country primarily to help the poor here. They come to make more profit out of their activities. Je doet pas echt goed wanneer je eerlijke lonen betaalt. Wanneer je geen belasting ontduikt. Wanneer je je echt houdt aan de wetten van het land. Wanneer je niet corrupt bent. Wanneer je dus houdt aan de wetten van goed koopmanschap. Dan hoef je niks extra's te doen, want dat extra's, dat moet je overlaten aan het desbetreffende land zelf en je moet dat land daartoe in staat stellen. Belastinginkomsten kan de regering van Ethiopië momenteel goed gebruiken. Door de ernstige droogte zijn 18 miljoen mensen volledig afhankelijk van voedsel en water
dat dagelijks door de regering verstrekt wordt. Vele internationale organisaties schieten te hulp. Bijvoorbeeld de Nederlandse Koordate, die zorgt voor watertoevoer. En het is over het algemeen is dat 20 liter per huishouden. En daar moeten ze dus 4 dagen mee doen. Dus 20 liter? Dan moeten ze van drinken, dan moeten ze per huishouden? Per huishouden, ja. Nou, een huishouden, dat kan al gauw 4, 5, 6 mensen zijn natuurlijk. Miljoenen kinderen zijn al ondervoed. Wat gebeurt er als kinderen langere tijd geen goede voeding krijgen? Onder ontwikkeling, hè? Zowel van het lichaam, maar ook van de geest. De mentale ontwikkeling die gaat ook achterlopen. Veel landen steunen Ethiopië. Ook Nederland heeft deze week 3 miljoen euro extra hulp toegezegd. Ethiopië doet wat het kan, maar heeft daarvoor belastinginkomsten nodig. Belasting die ook van het internationale bedrijfsleven in Ethiopië moet komen. Maar dragen die wel bij? I do not have concrete evidence, but I do not think that if they can avoid taxes in developed countries, then there is greater possibility that they will avoid in poor countries where there is low capacity. We zijn benieuwd wat Cher aan belasting betaalt. We komen in contact met een betrouwbare bron. De bron wil anoniem blijven uit angst voor represailles. Hij komt met specifieke belastinggegevens over Cher. In 2011 betaalt Cher ruim 7 miljoen beer, zo'n 296.000 euro aan winstbelasting. In 2012 omgerekend 800 euro. In 2013 omgerekend 127.000 euro. En in 2014 betaalt Cher geen winstbelasting. En ook in 2015 wordt geen winstbelasting betaald in Ethiopië. In 5 jaar tijd betaalt Cher volgens onze bron slechts 420.000 euro. Ja, je ziet inderdaad dat ze in 2014 eigenlijk geen belasting betalen in Ethiopië. En als je naar de jaarrekening van het moederbedrijf gaat kijken, van Afriflowers, dan zie je dat ze eigenlijk een aantal trucs hebben uitgehaald om dat te bereiken. Omdat het een Nederlands bedrijf is, kunnen we bij de Nederlandse Kamer van Koophandel de jaarverslagen inzien. We vragen Boudewijn Jansen, belastingeconoom, om het jaarverslag van 2014 van het moederbedrijf van Cher te bestuderen. Daar kun je uit opmaken dat ze een aantal trucs gebruiken eigenlijk om de winst te verlagen en dus ook een lagere winstbelasting te realiseren. Mm-hmm. De eerste truc die ze gebruiken is dat ze geld lenen van zichzelf, van de eigenaren van het bedrijf, tegen een interesttarief van 9%. Die interest die wordt betaald, wordt als kosten gezien en verlaagt dus de winst van het bedrijf en dus uiteindelijk ook de winstbelasting in Ethiopië. Dus wat je eigenlijk doet als bedrijf, je leent aan jezelf geld en de rente daarvan trek je weer af van de belasting? Ja, dat is eigenlijk wat je hier ziet. Hè? En dan hebben we nog een tweede truc die erin zit. En die zien we dus ook gewoon in de jaarrekening terugkomen. Dat is dan onder andere de eigen merknaam activeert op de balans. Dus Afriflora? Ja. En dat betekent dat die merknaam die wordt over een aantal jaren afgeschreven. Heeft elk jaar dus kosten. Je eigen merknaam die geeft je geld, waarde. Ja. En die kun je aftrekken van de belasting. Ja, juist. Hè. Dus komt als kosten terug, verlaagt de winst en de winstbelasting. Uit de jaarverslagen blijkt dat het een miljoenenbedrijf is. Dat de laatste jaren een omzet draait van zo'n 50 miljoen euro per jaar. Deze belastingtrucs, is dat nou belastingontduiking, belastingontwijking? Belastingontduiking zou betekenen dat er sprake is van illegale activiteiten. Dit zijn, wat ik van kan zien op basis van de jaarrekening, zijn het legale activiteiten. Maar het is wel het randje opzoeken van wat legaal toegestaan is. Dus ik zou het eerder belastingontwijking noemen. Terug in Nederland nemen we contact op met de heer Barnhorn. Want er is ons een interview beloofd. Waarom betaalt dit miljoenenbedrijf gedurende 5 jaar slechts 400.000 euro belasting in Ethiopië? En hoe zit het met de lonen en het pesticidengebruik? De heer Barnhorn wil ons bij nader inzien toch geen interview geven. Hij laat ons schriftelijk weten: de spuiters zijn verplicht tot het dragen van bescherming. De pesticiden in Ethiopië zijn gelijk aan wat er in Europa mag. Wat je gefilmd hebt in de kassen zal waarschijnlijk bladvoeding of schoon water zijn geweest. Dus niet giftig. Verder meldt de heer Barnhorn: van belastingontwijking of ontduiking is geen enkele sprake. We hebben het Fairtrade en andere certificaten. Dus is alles conform de eisen. Als je naar het jaarverslag gaat kijken, dan valt er nog een ander iets op. Dat relateert eigenlijk niet aan de belastingen, maar aan de werknemers.
Je ziet eigenlijk dat het bedrijf 9664 werknemers in 2014 in Ethiopië heeft en 42 in Nederland. Ja. Die 42 werknemers in Nederland die verdienen bij elkaar 3,3 miljoen. Terwijl die 9664 werknemers in Ethiopië bij elkaar slechts 2,5 miljoen verdienen. Als je dat omrekent per maand, verdienen de werknemers in Ethiopië 29 euro per maand. Dat komt eigenlijk overeen met wat al die mensen mij ook vertelden in Ethiopië. Ja, ja, de Syrische mensen worden gewoon heel slecht betaald. Dat is toch vreemd als ik elke keer van u hoor, wij hebben dat gecontroleerd, dus het klopt. Ja, daarom hebben we een heel robuust controlesysteem om dat te controleren. En als ik daar dan ter plekke ben, dan constateer ik dat de lonen heel laag zijn, dat er pesticiden gespoten wordt, dat er onvoldoende middelen zijn om je te beschermen. Dat voldoet toch dan niet aan uw label? Als er dingen geconstateerd worden die niet oké zijn, dan zeggen we niet, we gooien de deur dicht, want het is niet goed. Nee, dan gaan we juist proberen om samen met die organisaties te kijken hoe kan je dat verbeteren. Ja. En als dat gedaan wordt, dan blijf je het certificaat houden. Wordt dat niet gedaan, ja, dan word je gedecertificeerd. Ik heb het niet gedaan. 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 Ik heb het niet gedaan.